Maxi mee zal kijken, want is die Jaldino dik geworden? Goedenavond lieve mensen, mijn naam is Mino van Nassau en ik kom uit India. Zijn er nog meer Indiërs in de zaal? Nee, meestal zitten ze ook in de spoelkeuken dus. Leuk dat je hier was, zei je. Fantastisch. Dit was het kruidvat uitje hier zo, toch niet? Hartstikke gezellig, wat leuk man. Ik zie ook nog bekende mensen daar, dat zijn er. Dat is de kast van Ex on the Beach, geef ze een applaus. Niet hard. Ze zijn hier in de eerste ronde zijn ze afgevallen. Ze waren te lelijk. En daar zit de kast van Team Vertaal. Leuk, gezellig iedereen. Is dit ook een showmuziek met de voeten? Goed zo. Hartstikke leuk. Is het uw man of nou? Die man die twijfelt. Ja. Wat is het? Jullie zijn wel heel mooi. Dating? Dat is al veel te lang. Dat is verschrikkelijk, dat weet ik zelf ook joh. Ik zit ook heel lang in een relatie. Ja, ik zit al zo lang in een relatie. Tegenwoordig praat ik nog wel even met mijn vrouw als ik seks heb. Oké, ik wilde dan misschien niet wakker maken. De laatste keer dat zij zei, ik kom, als ik toen ik beneden stond te toeteren om naar die keer te gaan. Mijn seksleven is voorbij, lieve mensen. Echt is voorbij. Vriend van mij zei, Mino, wat zit jij me doen nu om je seksleven op te vijzelen? Je moet experimenteren in bed. Ik zei, wat bedoel je dan? Ik zei, nou ja, probeer het eens met eten in bed of zo. Eten in bed? Ik ben Indiër. Weet je hoe moeilijk het is om die curryvlek uit te laten strijden? Ik heb wel zo'n Frans kamermeisje outfit voor gekocht. Lala, monsieur, weet je wel. Die trok zo kamer. Ik blij, jongens. Nee, ze begint die kut het huis schoon te maken. Leuk hoor, leuk. Waar zijn de jonge dates? Laat je horen als je op date bent. Woep woep. Tuurlijk niemand. Leuk. Nou ja, nee, het is veranderd. Vrouwen veranderen. Vier mooie vrouwen hier. Die zijn... Nee, ik zeg helemaal niks. Je hebt een heel donker licht hier. Die zien er heel mooi uit hier zo. Wel leuk. We hebben hier sprookjes aangekleed. Heel leuk, ja. En dan ook gelijk hier wat heksen voor aangekleed. Hallo meneer, ook goed meneer? Ja, met wie bent u meneer? Bent u met de enige boek? Oké. En u bent hier de opperhoofd? Nee, wat bent u dan? Een van de leden, wat is dit, een ledenvergadering of zo? Jezus. Ongelooflijk. Wat voor vrienden, gezelschap, werk? Sport, oh ja, dat werd of dan welk sport? Je weet het zelf niet. Jezus. Kutsport is dat dan? Maakt niet uit. Leuk dat je er bent. Geef me even een applaus, man. Mevrouw, ik zie me zo zitten. Ik zei toch dat ik uit India was? Open je chakra, dan kom ik in je, ja? Sloot te houden is dat. Is dat jouw vrouw? Of Jezus, ik heb medelijden met jou, zeg. Je hebt echt niks te zeggen thuis, volgens mij. Oh. Nee, niet huilen! Leuk, knap. Hoe is het met jou? Ja, vind je Indiërs leuk of niet? Ja, toch? Je weet toch wat ze over Indiërs zeggen? Once you go Indian, you will smell like curry. Leuk man. Zijn hier geen buitenlanders? Zijn hier Marokkanen? Waar zijn de Marokkanen hier of niet? Oh, dan wordt het een hele gezellige avond. Nee, natuurlijk. Ze zijn natuurlijk wel belangrijk. Ze zijn voorbereid om te slopen, dus kom maar goed. Wij zijn veilig hier. Nee, ik ben geen racist, jongens. Echt niet. Ik haat wel buitenlanders, maar ik ben geen racist. Ja, nee, ik ben ook buitenlanders, maar ik voel mezelf anders, hè. Ik noem mezelf expat. Niks omdat je nog terug gaat. Niks. Nee, joh, mijn beste vriend is een buitenlander. Naast me woont Umit is half Marokkaans en half Turks is die. Die is helemaal de weg kwijt, maar die weet niet of hij Marokkaans of Turks is. Hij heeft een identiteitscrisis. Ja, loopt de hele dag met zijn door de galerij en met zijn pitbull. Weet niet of hij Marokkaans of Turks is. Zijn hond is overigens Marokkaans, hè? Hij heeft een Marokkaanse pitbull. Nooit gehoord? Hoor je meteen als je blaft dat hij Marokkaans is? Wil je gelijk, wat? Ik zeg, hé, wat is jouw probleem? Ja, maar je weet toch, ze zeggen dat ik Marokkaans ben. Ik zeg, ja, dus? Ja, maar dan zeggen ze dat ik Turks ben. Ze zeggen, maakt het nou uit. Zegt ze, ja, je bent Marokkaans, je moet gaan inbreken, zegt ze dan, weet je. En dan zegt ze, ja, je bent Turk, je moet gaan schoonmaken. Weet je, dat vind ik gewoon niet leuk. Ik zeg, nee, dat is inderdaad niet leuk. Maar zolang jij gewoon niks verkeerd doet, is er niks aan de hand. Je moet gewoon de right thing doen. Hij zei, gelijk man, ik moet de right thing doen. Ik moet gewoon niks meer verkeerd doen, maar ik had toch vorige week ingebroken. Ik zeg, dat meen je niet. Hij zegt, ja man, maar ik had niks gepikt. Ik had daar alles schoongemaakt en ik was naar huis gegaan. Zeg, die allemaal zo, hè?
Weg, niet die toverstaf naar voren halen. Hou weer in zak. Leuk jongens, hartstikke. Nee, maar ik heb een frustratie. Ik doe de stand-up omdat ik gewoon mijn vrouw heel erg mee zit, jongens. Want mijn vrouw, ik ben al heel lang in relatie, wat ik al zei, u kunt dat misschien wel weten. Op een gegeven moment scheren ze daar beneden niet meer, hè. In het begin is het allemaal eraf en op een gegeven moment laat ze gewoon groeien, weet je. En dan is het gewoon zo, poef, Jackson 5 naar beneden. Ik zweer het je, ik liep laatst de badkamer binnen, mijn vrouw stond naakt. Ik dacht, oh mijn god, Chewbacca. Verschrikkelijk, man. En ook wat ze ook doen met ondergoed. Als je een date hebt, doen ze nog een stringetje aan tegenwoordig. Kijk, ik heb voor jou gedaan. In het begin. Op een gegeven moment kom je lang in relatie. Denk ze, fuck jou met je ondergoed. Worden die onderbroeken gewoon steeds groter, groter en groter. Ja. Als mijn vrouw naar de werk gaat, doet ze haar laars aan, doet ze onderbroek over de buik heen. Is net Hulk Hogan, worstelaar. Come on, brother. Let's go. Verschrikkelijk, man. Oh. Veilig, jongens. Het ergere van ook is, ik heb ook nog kinderen en dat doet helemaal pijn. Ik heb een jongetje van 14 en een dochter heb ik. En een jongetje van 14, ja, dat is een heel verhaal apart. Een jongetje van 14, die voelt altijd heel stoer, hè. Die praat zo tegen mij. Hé broer, hé, doe niet eens de skin, geef me een dolly. Hé wat broer, geef me. Ze praat normaal, man. Je bent gewoon een Nederlander. Half Nederlander ben je, je bent gewoon een Nederlandse school gaan. Je praat als een of andere allochtoon, man. En stop met die allochtoon omgaan, je taalgebruik gaat achteruit. Kijk, ja, ja, is goed man, ik ga niet meer met jou. Jongens, tijdens de pandemie heb ik iets verkeerds gedaan misschien, maar ik heb heel veel porno gekeken. Wie heeft nog meer porno gekeken? Jullie ook niet, jongens? Dat is een, jullie hebben best wel lelijk, zeg ik. Vandaar. Sorry. Jullie zijn wel vrijgezel, hè? Ja, toch? Ja. Ja. Kijk, Jan, dat die Jan zien. Ja, zie je, dat zie je meteen aan Jan. Al die lijnen zijn weggevaagd van Jan. Rukken, ah, lekker. Geen man. Leuk jongens, als jullie zijn. Ik ga jullie weer verschoot zetten, dat doe ik niet. Anders betoveren ze jullie. Kun je het mooi maken? Nee. Kom straks. Nee, maar wat ik net zei van, dat jullie zeggen dat ik porno heb gekeken en ik zag dat ding in en ik wauw, super zeg hé. En ik zei tegen mijn vrouw, schat, ik heb porno gekeken en ik zag dat ding in, wil je dat ook met mij doen? Nou, toen was het huis te klein, hè? Toen was het huis te klein en zegt ze, gadverdamme, kijk jij porno? Wat ben jij een viezerik? Jij gaat lekker slapen in de logeerkamer, ja. En dan ga ik maar goed over nadenken, viezerik. Gadverdamme, porno kijken. Oh. Was ik daar in die kamer en dan moest ik denken wat ik fout had gedaan. Zat ik helemaal in die kamer en het enige wat ik kon bedenken is, wat heb ik nou... Het enige wat ik kon bedenken, hé, dit is een fantastische kamer in porno te kijken. Ja. Frustratie ook met mijn zoon. Mijn zoon die zat op voetbal en als vader ben je toch echt een beetje agressief naar je kind. Hè? Dan wil je dat je kind een voetballer wordt. Dan zei je, ga dan klootzak, ga dan scoren dat gozer, ga dan. Dan zeggen de mensen, meneer wilt u dat hier niet doen, het is een hockeyveld, voetbal is verderop. Dus dan weet ik, maar dan mag ik ook niet meer komen. En nu is de jongen klaar. Die jongen is nu klaar. Die jongen is gestopt met voetbal door mijn frustratie. Hij zit nou de hele dag zit hij thuis fucking te gamen. Gamen en nog eens gamen. En als ik de gamecomputer oppak, weet je wat meneer dan gaat doen? Dan gaat hij videofilmpjes kijken van andere gasten die aan het videogame het spelletje aan het spelen zijn. Ik denk, wat ben je voor een fucking loser? Waarom doe je dat? Want dan word je geen grammetje beter van naar andere gasten kijken, hè? Waarom doe je dat nou? Kijk, je wil wel eens bij mijn pan. Ik hoorde van man dat jij porno kijkt. Kut, joh. Ja, maar mijn echte pijn zit bij mijn dochter. Ja, 16 jaar is ze. Broek tot hier, grote oorbellen, lacht alleen naar haar telefoon. Dus gewoon dit zo. En als ik wat zeg, wat gast, kijk je. Perf. Is een schat. Waarom was je later nog van je schoolfeest? Het is gewoon laat geworden. Jij laat me rust, ik ben 16. Oké, of heb je toevallig nog daar wat gedronken? Oké, tegen Pam zei, nee, er was chaperon, was niks aan. Laat me lopen, laat me alleen, oké? Ik zei, oké, maar heb je toevallig ook een sigaretje genomen? Dat deden wij vroeger ook op school. Nee, ik zei toch, was niks aan, laat me rust. Gelukkig, niet gerookt, niet gedronken, dan ben je blij toch als vader? Ja toch? Ben je nog één vraagje over? Schat, heb je nog gesloten? Zeg ze, wat? Zeg, heb je nog geschuifeld? Zeg ze, wat is dat? Nou ja, dan moest ik het uitleggen. Nou ja, laatste plaat. Weet je wel, dan ging een jongen naar meisje toe. Dus een bellet rust aan, dan deed je dit zo. Ja. Dan ging een jongen naar huis met een stijf. Hoogstaan. Zeg ze toch even normaal, gast. Dat doen we al lang niet meer. Ik denk gelukkig. Niet gerookt, niet gedronken. Geen jongens, ik blij toch? Ja toch? Nou, zegt ze, nee pap, we twerken niet tegenwoordig. 16 is ze geworden. Wie heeft er nog meer een 16-jarige dochter laten horen? Kom op, boep, boep.
Tuurlijk niemand. Jullie hebben vast wel een dochter, toch? Eén van jullie. Wie heeft jaar? Jij ook 16? 21. En van jou? 25. Jezus, oh, ja. Nou ja, doe het licht maar wat donkerder, want... Nee. Maar sorry, ik ben heel flauw. Ik ben altijd mensen afkraken. Maar, dit is mijn eerste keer, jongens. Ik vind het wel heel leuk. Dank jullie wel. Mino van Nassau. Ik heb trouwens Mino van Nassau, hè? Ja. Mooie naam toch? Koninklijke naam. Komt dat ik een Nederlandse vrouw heb? Ja. Zij wilde achternaam hebben omdat het koninklijk was. Ik wilde haar naam hebben omdat ik een nieuwe baan nodig had. Ik heb tot zien voor z'n allen aan zingen. Dat was veel geluk. Echt waar. Dan word je nergens aangenomen. Echt waar niet. Nee. Maar het was wel leuk. Maar wat ik net al zei. Mijn dochter was 16 geworden. Weet je wat ze voor de verjaardag vroeg? Ze wilde een paal in haar kamer hebben. Een paal, ja. Ik was toch wel trots dat ze nu al wist dat ze bij de brandweer wilde. Wat wel raar dat zij van pap gooit geld namen. Lieve mensen, dan mijn tijd zit toch, maar ik heb nog één grapje om een beetje af te sluiten, was wel leuk. Wat ik al zei, ik heb een Nederlands gezin, hè. En als je een Nederlands gezin hebt, wilde vrouw ook Nederlandse dingen doen. Mijn vrouw wilde op vakantie gaan. Ik zei, prima, dan gaan we toch. Maar mijn vrouw wilde gaan kamperen. Ik zeg kamperen. Viswater, slecht sanitair, wilde dieren. Als je dat ook wilde, was ik dan teruggaan waar ik vandaan kwam. Ja, ik kwam uit de Schilderswijk, hè. Maar dan zitten we in die auto en is het van, pap, zijn we er al? Pap, ik voel me, papa, ik ben misselijk. En dan moet ik nog steeds een fucking garage deur open doen, weet je wel. Nou, dus op een gegeven moment kwamen we op de camping aan. We hadden op de camping hadden we één groot probleem. We hadden geen wifi. Als je kinderen hebt, je hebt geen wifi, heb je groot. Mijn zoon van onder in een junkie, man. Echt, mijn zoon was in één keer heel anders. Die komt zo naar me toe, die is echt zo van... Hey, pop, heb een beetje wifi, een beetje. Een beetje wifi. Nee, jongen, we hebben hier geen wifi. We hebben wel 4G, maar geen wifi. Ik zeg, we hebben wel 4G. Oh ja, waarom? Ik zeg, we zijn hier geen zin, het is hier hartstikke gezellig, maar we zijn heel gelukkig. Hij zegt, oh, wat is die 4G dan? Ik zeg, geen wifi. Nee, jongen, we hebben... En toen, nee, zei toen werd hij gek. Toevallig alleen in de junkie. Schrik niet, weet je wat hij toen zei? Kijk maar, hij zei, godverdomme, wie moet ik hier pijpen voor een beetje wifi? Ik zei, ben jij belazerd? Kom, we gaan zwemmen, zei ik. Zo, want het zwembad was gratis. En als je tegen Indië gratis zegt, wij gaan. Hartstikke mooi zwembad kwam aan. Maar alle bedjes bij die zwembad waren weg. Waren bezet. Ik dacht, oh, dat is kut. Maar het zwembad was wel gratis. Dat is wel leuk, ja. Dus ik kwam erheen. Dus ik denk, nou kut, alle bedjes zijn weg. Ik denk, weet je wat, ik wist niet wat ik doen. Opeens zag ik twee bedjes. Ik denk, mooi, die pak ik. Ik wilde net die twee bedjes pakken. Kwam die Franse campingmanager naar me toe. No, no, monsieur, not possible. No, 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 no. This is all occupied. This is all not yours. But sir, there's nobody on it. No, no, sir. There is a towel on it. If it's a towel on it, that yours is occupied. Kennen we dat, lieve Nederlanders? Dat hebben jullie uitgevonden, dank jullie wel. Ken je niks aan doen? Dat hebben jullie van je voorouders gehad. Ook, ja. Ja, dat deed je voorouders. Die ging naar land toe, weet je wel. En dan hadden ze niks doen. Stopten ze een vlag erin en dan keek ze nooit meer naar op. Dat is een intelligente grap, misschien om lachen. Ik zei, no, no, sir. If you put your towel, it's yours. Everything you see, put your towel, it's yours. Ik zeg, everything. Hij zegt, everything. Dus ik de volgende dat hoe netjes mijn handen eroverheen komt die manager naar me toe. No, no, sir. It's not possible. No, 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 no. Helemaal tekeer gaan. Ik zeg, but sir, you said put your towel, it's yours. Yes, sir. It's possible on the beds, not on the buffet. Probeer het ook over de receptionist, maar er lagen al drie handen op.